Geweldig. We zijn hier in het Olympisch Stadion. Waar een klein deel van te zien valt. Geweldig. We zijn hier in het Olympisch Stadion. Geweldig. We zijn hier in het Olympisch Stadion. De jeugd van tegenwoordig. Fabio, ikzelf, Jezefer, maar ook Willy Wartaal. De clip van Manon, dat is een leuk verhaal. Terwijl wij op die bankjes daar zaten, weet je het nog? Ja. Toen zagen wij twee katten, toen zei ik van je moet iets met katten doen. Toen zei Jejo van ja, dat lijkt me een goed idee. Ça va bien? Deze drums drummen alleen voor jou. Het is de tijd ver vooruit. Ja, dat was ook echt inderdaad nog nooit gedaan in de kattenwereld. Ik heb gehoord dat jullie, toen jullie Manon gingen opnemen, dat het niet in Nederland is opgenomen. Dit klopt helemaal. We zouden dit in Brussel opnemen, maar we hadden een specifieke sound nodig die alleen in Miami te vinden was. Toen hebben we een aantal centen geleend, want zo rijk waren we niet. En toen hebben we heel het gezin ingepakt en zijn we met het vliegtuig naar Miami vertrokken. Om daar het fantastische studioalbum Manon op te nemen. Bekend van de hits Manon. Het was wel jammer genoeg echt een kut studio. Maar het geleende geld was al op bij tickets kopen. En we zijn niet dood gegaan uiteindelijk. Ja. Terwijl iedereen wel echt zijn best heeft gedaan. Echt uitzonderlijk. Jejo heeft 2 weken vastgezeten in Amerika. Vertel. Ga je het vertellen? Vertel. Vertel jij het maar, jij kan het beter vertellen. Nee. En zo is het Manon-album ontstaan. Is Manon echt? Manon komt ook, hè, 7 juni. Komt? Dat vragen mensen vaak. Is Manon blond? Nee, geblondeerd. Nederlands blond. Dus je ziet het... Hollands blond. Ja, precies. Niet echt blond. Zijn jullie ook zo goed in als iemand naar je toe komt en dan zegt... Hey, ik ben Manon. Dan weer een soort van verbaasd en blij te reageren. Ben jij daar goed in? Ja. Ik ook. Ja, ik knuffel direct. Oh, master, eindelijk zie ik je of zo. Hey, Manon, zo leuk. Dus jij bent die katten. Vertel iets over Manon. Ze presenteerde vroeger voor RTL 4... En ze zat in de shampoo-reclame. En, oh ja, het laatste wat ik over haar gehoord heb... was dat er een soort schandaal was met naaktfoto's... die van haar geleakt waren op het internet. Maar dat zou dan door een hacker gedaan zijn. WikiLeaks. We hebben het over Manon Thomas. Manon Thomas komt ook naar het Olympisch Stadion op 7 juni. Waar de jeugd vertegenwoordigt zijn 1000ste show zal performeren. Manon Thomas, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar er komen nu 4 kaartjes naar jouw huis. Bam, bam, bam. En we zullen geen geleakte foto's op de grote schermen plaatsen. Beloofd, vanuit ons hart van de jeugd van tegenwoordig. Want zo zijn wij op 7 juni in het Olympisch Stadion. Maar alleen dan. Groot met een zachte G. Ja, hij zei het.